Dat waren de Arkelsmannen, dat waren degenen die de heer van Arkel, die dus Gorkum beheerde, trouw waren gebleven. In de tijd dat Jacoba van Beieren de heer van Arkel van zijn bezittingen verjoeg. Dat is in 1417 gebeurd. Nou, verder hebben hier dus een aantal politieke gevangenen opgesloten gezeten. De belangrijkste is uiteraard Hugo de Groot. Met een paar van degenen die in de conspiratie van Oldenbarneveld betrokken waren. Hij heeft hier 2 jaar gezeten, is in een boekenkist ontvlucht. En tenslotte hebben we hier ook in 1650 6 zeer belangrijke politieke figuren van de gewesten Holland en Zeeland, regenten van een bijzondere macht, op last van Willem II, toenmalige stadhouder, een paar weken gelogeerd, wat hun bijzonder slecht is bevallen. En onder het motto van gedenkt Loevestein hebben ze prompt, toen Willem II als stadhouder te vroeg stierf, gezorgd dat wij een stadhouderloos tijdperk kregen, wat niet in dank werd afgenomen. Uiteindelijk dus ook in 1672 leidde tot de liquidatie van de 2 de Witte, wier vader dus hier een van die 6 belangrijke mensen is geweest. Tot u sprak, dames en heren, de heer Ridder van Rappard, ex-slotvoogd van Slot Loevestein. En dat was een inleiding op onze tankbeeld-uitzending van vanavond. Die gaat over republikeinen in Nederland. En daartoe hoort niet de heer van Rappard. Hij is een overtuigd monarchist en zal als zodanig een van de tegenpolen in dit programma zijn. We gaan nu naar boven en hopen dat u ons volgt. Moeten we soms nog zwaaien? Moet er nog iets gezegd worden? Niet? Zo. Mijn bewustzijn neemt nu per seconde dit procent of 5 af. Ah, per seconde. Maar we zitten niet meer aan u hier. Nee, per seconde. Ja, per seconde. Nee, nee. Dames en heren, we zijn nu in de voormalige keuken van Slot Loevestein. Het gezelschap is compleet. Republikein in Nederland. Naast mij zit meester Ridder van Rappard, de schrijver van de brochure Oranje in het hart en niemands knecht. Daarnaast zit professor Nagel, de schrijver van het pamflet De Zoon van de Ezeldrijver. Hij is een overtuigd republikein. Daarnaast zit Reina van Dishuizen, een historica. Zij heeft een boek gepubliceerd over de Oranjes, getiteld Het Huis van Oranje. Wat haar positie is, dat komt straks in de discussie naar voren. Daarnaast zit Kees Hoekert, van beroep planter. Waar hij precies staat, daar ben ik ook reuze benieuwd naar. En rechts van mij zit Rob Stolk, van beroep drukker. En hij heeft zich in het verleden ook zeer druk gemaakt. Dat is enkele onder ons bekend. Hij heeft wel eens iets geschreven over het huidige koningshuis in het tijdschrift De Tand des Tijds, dat bij niet veel mensen bekend zal zijn, maar wat toch een aardig periodiek is. Nou, de discussie die gaat zo dadelijk plaatsgrijpen, maar we willen toch eerst graag van Reina weten hoe en waarom wij nu zo verbonden zijn met dat Oranjehuis, hoe dat allemaal historisch gegroeid is. Ja, we zijn dus nu een monarchie onder de Oranjes. En het merkwaardige is om even het heden te zien dat het een monarchie is die voortgekomen is uit een vrijheidsstrijd. En dat wij verder een land zijn met een uitgesproken republikeinse traditie. We zijn een monarchie, maar we hebben echt een republikeinse traditie.
Nou, die Oranjes, hoe zijn die in Nederland gekomen? Ik moet dat in 6 minuten of zo kort samenvatten, de hele geschiedenis van Nederland, dat is niet zo eenvoudig. Dus ik moet dat heel grofweg en simpel doen. Dan wil ik het in 4 perioden verdelen, die geschiedenis. Eerste periode tot ongeveer 1500, dat is de tijd van de eenwording. Dan tot 1648, de tijd van de opstand tegen Spanje. Dan de tijd tot 1795, de republiek. En dan tot nu, de monarchie. Nou, de eerste periode, dus de middeleeuwen tot 1500 zeg maar, was Nederland verdeeld, het huidige Nederland, in allemaal kleine staatjes. Holland, Zeeland, Gelderland, en die waren zelfstandig, min of meer. En die zijn door verervingen, door huwelijken, door veroveringen, langzaam gekomen onder één vorst. Dat is de Bourgondiërs en later onder de Habsburgers. En Karel V, uit de geschiedenisboekjes bekend, had dus zo in de 16e eeuw dat hele Nederland onder zich. Het was dus een min of meer een eenheid geworden. Dan ben ik in de tweede periode. Zijn zoon, Philips II, volgde hem op, vertrok in 1559 naar Spanje en kwam hier nooit meer terug en regeerde min of meer de Nederlanden vanuit Spanje. En toen is de opstand gekomen tegen dat centralistische gezag in Spanje. En daar komen de Oranjes om de hoek kijken, want Willem van Oranje, die leidde de opstand tegen Spanje. En zijn zoons, Maurits en Frederik Hendrik, grote veldheren, hebben dus, zijn steeds verder op, in opstand gekomen tegen de Spanjaarden. Zodanig dat in 1648 de vrede van Münster kon worden gesloten. En dat was een belangrijke vrede, want toen werden we zelfstandig en onafhankelijk. En niet alleen dat, we werden een republiek. En dat was wel bijzonder in die tijd, want er waren toen vrijwel van het algemeen monarchieën en wij werden een republiek. En merkwaardig was ook, het was een republiek zonder leider eigenlijk, want het was verdeeld in 7 kleine republiekjes, 7 Verenigde Nederlanden. En al vrij snel, in 1650, stierf een Oranje, Willem II. En toen begon het eerste stadhouderloos tijdperk. Toen zeiden dus de staten, we hebben geen stadhouder nodig, wij doen het zonder. Wij beginnen nu de ware vrijheid, de republiek van de ware vrijheid. We hebben niet 1 koning, 1 vorst die tyranniseert. Wij hebben onze eigen regering. Toen hebben we het stadhouderloos tijdperk gekregen, geen Oranjes. Een tijd later was het land redeloos, reddeloos en radeloos. 1672, weten we misschien nog. En toen riepen ze, oh god, Oranje, Oranje, dat, laten we niet maar weer terugkomen. En toen kwam Willem III. Die was toch wel aardig. Die heeft het land toen aardig geholpen. Maar toen hij stierf, een tijd later, had hij geen kinderen. Toen hebben ze weer de staten gezegd, de regenten, die graag die macht weer wilden houden in de provincies. Geen Oranjes meer, tweede stadhouderloos tijdperk. Dat heeft toen weer een halve eeuw geduurd. Toen was weer het land in oorlog. Toen is weer een Oranje geroepen. Dat was Willem IV. En deze Willem IV, dat was belangrijk, want die kreeg vrij veel macht. Ten eerste werd hij stadhouder over het hele Nederland. Dus over alle provincies, wat die andere Oranjes nog niet hadden gehad. En ten tweede werd hij erfelijk stadhouder. Dus niet alleen dat zijn kinderen het ook zouden krijgen. Dat was daarvoor niet het geval. Maar de soevereiniteit, dus de macht, lag nog steeds bij de staten. Dus hij was een dienaar van de staten. Toen in 1795... En dit is de afsluiting van de derde periode, werden de Oranjes verjaagd. Dan hebben we al die toestand met Napoleon, nou daar zal ik niet op ingaan, heel Europa in chaos. In 1815 was Napoleon dan verslagen en toen hebben ze in Wenen alle landen bij elkaar gekomen. We moeten orde op zaken gaan stellen in Europa, al die landen moeten weer geregeld worden. Toen besloten ze, weet je wat, we moeten ten noorden van Frankrijk een soort bufferstaat krijgen. Nederland en België doen we samen en we hebben de Oranjes. Laten we die koning maken, want als we die weer stadhouder maken, dan krijg je weer dat gedonder van vroeger. Dus laten we daar nou een sterke monarchie van maken. Dus die koning, Willem I, kreeg de soevereiniteit. Dat was de eerste Oranje die dat kreeg. Nou, sindsdien zijn wij dus een monarchie. Maar wel dat sindsdien de monarchie weer aardig van afgeknabbeld is. Want in wezen heeft de huidige koningin nauwelijks meer macht. Het begon met ministeriële verantwoordelijkheid. Maar goed, er is dus onder Thorbecke, ga maar door, voortdurend van afgeknabbeld. Dus als je die Oranje macht nou ziet, dan kan je zeggen dat Willem de Zwijger in de 16e eeuw, zonder wie onze geschiedenis, je kan hem niet weggedaan uit onze geschiedenis, want hij heeft geweldig veel gedaan, zijn ze zo gestegen in macht. En 1815 kregen ze erg veel en nou dalen ze weer alsmaar. Zo kan je een beetje die Oranjes zien. Dus dat is eigenlijk de verbondenheid van de Oranjes met Nederland. En jij bent de voorstander van een monarchie? Nou, nee, ik vind de situatie zoals die nu is, daar ga ik vanuit, in Nederland, die vind ik prima. Dus dan zou ik zeggen, hou hem maar zo, maar ik ben niet geen monarchist of zo, nee. Maar ik vind de situatie uitstekend. Een orangist?
Nou nee, ik vind de situatie die we hebben, vind ik uitstekend. En waarom zou je dan dat gaan veranderen? Want wordt er daar dan beter van? Ik vind het nu uitstekend lopen. Dus ik vind het zonde van de moeite om dan een andere staatsvorm te krijgen, die misschien niet eens zoveel beter is. Want in feite zijn wij een beetje een republiek met een koning aan het hoofd. He, want als je in Duitsland kijkt, dat is dezelfde soort staatsvorm, alleen hebben we een koning aan het hoofd, een erfelijke president. We gaan even de tafel rond. Kees, is dat jouw mening ook? Ben je ook monarchist? Ik ben Oranjeplant. Ja. Ja. En motiveer dat eens? Ik ben in een periode van 14 jaar van republikein monarchist geworden. En dat beschouw ik als een Oranjeplant. Iemand die bewust kleur heeft bekend. En dat heb ik gedaan door het gedrag van prinses Beatrix voor haar huwelijk en na haar huwelijk. Wil je dat even verklaren? Ik heb op 10 maart 1966 gezien hoe een dame, een vrouw met een republikeinse beginselen, zo'n joekel van een damestas vol met rookpoeier, met een sierlijke zwaai voor de oranje koets midden op straat zetten. Dat werd een gigantische paddenstoel. Daarin verdwenen niet alleen de gouden koets en begeleiders, maar de hele stoet verdween daarin. Dit beeld werd door de internationale pers de hele wereld rondgezeind als zijnde een rookbom. Dit beeld bepaalde daarmee het huwelijk, maar vooral in het buitenland het gezicht van de monarchie. En degene die daar het allerdichtst bij zaten en waarvoor dat bestemd was, het toekomstige koninklijk paar, die hebben daaruit lering getrokken. Iemand die beweert dat prinses Beatrix arrogant en hooghartig zou zijn, die is of op een ziekelijke manier uit op rotzooi, of die kan het verschil niet onderscheiden tussen arrogantie en discretie. Prinses Beatrix heeft lering getrokken op een wijze uit de gebeurtenissen van 1966. Dus jij hebt op dat moment de monarchie bestendigd, wil je zeggen? De republikeinen hebben inderdaad de monarchie gered, zeg maar gerust, gered. Maar Rob, was jij in die tijd republikein? Nou, ik ben zeker geen aanhanger van het Oranjehuis. En het is natuurlijk ook de vraag of je er vandaag de dag nog over kan spreken. Maar je zou me wel republikein kunnen noemen, ja. Ik zie ook wel wat hij zegt opnieuw gebeuren. Dat bijvoorbeeld die inhuldiging in de Nieuwe Kerk, dat er eigenlijk alle Nederlandse parlementariërs aan deelnemen, juist ook degene die republikein zouden moeten zijn, daardoor een soort mijnheid te plegen, trouw aan de koningin te beloven, de monarchie voortzetten, continueren, ja. Maar wat het met dat is een ander verhaal. Meneer Van Rappert, een wat gedegener basis voor de monarchie, kunt u die aangeven? Ik wil eerst een vraag stellen dat uit hetgeen we zojuist hebben gehoord al wel duidelijk blijkt dat men voor de republikein niet precies analyseren kan. Als mevrouw Van Ditshuizen zegt dat wij een republikeinse traditie in hoofdzaak hebben gehad, dan betwist ik dat. We hebben eigenlijk een mengstelsel. Hè? Het is een zowel republikeins als monarchaal geleedstelsel en dat is na prins Willem van Oranje uiteraard eerst ontstaan, omdat die nooit de graaflijkheid hebben willen hebben. Die hebben nooit die soevereiniteit verlangd.
die herhaaldelijk werd aangeboden, omdat ze zich een veel duidelijker functie toebedeeld zagen in die ambtelijke verhouding. En de staten hebben zich gewoon weg van de soevereiniteit meester gemaakt zonder enige titel. Maar dat is niet zo van belang. Maar ik ben toch erg gelukkig met zowel wat de heer Stolk en de heer Hoeker zegt, dat je dus principieel misschien de gedachte van een monarchie verwerpt, maar dat je dan toch nog aan je gezind bent. Nou, en ik dat niet, je, oh, u heeft dat misschien dan niet goed uitgedrukt, maar wij hebben de indruk gekregen dat u nauwelijks zonder Oranje door het leven kunt. Nou, ik maar, wel, maar het parlement kennelijk niet. Maar de kwestie zelf is, ik ben meer dan Oranje gezind of Oranje klant. Ik ben namelijk ook principieel monarchist. Op grond van het feit dat ik meen dat daardoor de beste waarborg geschapen is voor de bescherming van de gerechtigheid. De waarborg dat de gewone man aan zijn trekken komt. Dat men dus als arbiter, scheidsrechter optredend zorgt dat de ene macht niet de andere overheerst. En in die functie ben ik monarchist. En meen ik dat we dus toe moeten geven dat het sinds Thorbecke we een gekroonde republiek hebben. Toch jammer is dat de macht van de koning te gering is en nog steeds verder afneemt. Omdat dat een aantal andere mensen de gelegenheid geeft om hun eigen standje zo voorop te stellen dat daardoor de gemeenschap en het gemeenschappelijk belang schade leidt. En dat gebeurt. En in die sfeer wil ik toch wel degelijk pleiten voor een regeling die de kroon aan zich via de macht van de koning een wat sterker accent geeft opdat de rechtvaardigheid betracht wordt in dit land. Het is een programma over republikeinen in Nederland, dus u wordt geacht te reageren. Ik ben al onmiddellijk begonnen met ageren. Ik wil graag eerst nog even professor Nagel het woord geven. Ik ben republikein, ik ben geen oranje klant. Voor mij is het geen feest als er een nieuwe koningin komt. Er is ook geen feest als er een nieuwe burgemeester komt. Ik erken natuurlijk in alle bescheidenheid het bestaan van het staatshoofdschap. En er komt een nieuwe burgemeester of er komt een nieuwe staatshoofd. Ik weet op het ogenblik niet wie de burgemeester is van mijn dorp. Ik hoef het ook nog niet te weten. Vandaag of morgen hoor ik dat wel eens weer. Ik ben veel op reis gebouwd. Is er geen? Ja, is er geen. Is hij nog niet benoemd? Nou, Leiden, ik woon in Oegstgeest. Neem niet kwalijk. Daar wil ik straks nog wel meer van vertellen, maar het is zo dat ik ben geen orangist. Ik zal geen feest vieren wanneer er weer een ander staatshoofd komt. Ik vier ook geen feest wanneer er weer een nieuwe burgemeester komt. Het kan mij eigenlijk niet zoveel schelen, zolang alles maar goed loopt. Maar ik ben republikein omdat ik bang ben voor al die ondergrondse, mythologische, idolatrische voorouderverering enzovoort, wat er allemaal spreekt uit het hele monarchistische systeem. Ik vind het een beetje contra-socialistisch en ik vind het anti-humaan. Ik vind eigenlijk dat we helemaal niet te klagen hebben, dat we het voorop zetten met de koningin die we nu hebben. Ik vind het gewoon een hele sympathieke vrouw, een bescheiden en een intelligente vrouw, lijkt mij toe uit de verte. En ik zou niet graag willen dat haar leed overkwam. Maar ik vind toch wel dat over haar positie op een coole manier moet kunnen worden gesproken en dat we van plan zijn om dat nu te doen. En dat is voorlopig vrij onmogelijk. Ik bedoel, de hele discussie die zou moeten plaatsvinden bij deze troonswisseling, die komt niet erg op gang. Nou ja, kijk, er wordt vergeten om over iets te spreken. Het kan nuttig zijn op het ogenblik, en dat wordt van mijn linkerkant gezegd op het ogenblik, ik zou het niet anders willen hebben dan nu. Maar er is eigenlijk een mythologische, idolatrische ondergrond. Dat is het oranje gevoel waar ik heel bang voor ben. En ik moet zeggen, de mythe die behoort op het terrein van de pseudo-religie. En als ik in een kerk kom en er wordt het Wilhelmus gespeeld op zo'n oranje dag, dan ga ik die kerk uit en kom er nooit weer in. Maar in welk opzicht bang? Dat ze gevaarlijk kunnen worden? Want ja, ik vind die verering nou niet zo. Ja, jawel, want ik vind eigenlijk dat het namelijk aan de grond ligt van alles wat er fout is. Alles wat er fout is, heeft in de grond mythologische, pseudo-religieuze structuren die wij moeten bestrijden wanneer we dat maar kunnen. Ja, maar ik vind die verering in Nederland nou helemaal niet zo idolaat. Oh, die is het wel.
Oh, die is het zeker. En als hij het is, is het op een ongevaarlijke manier. Dat zijn mensen die plaatjes verzamelen en wat een hele kamer volhangen. Nou, dat ook door geroerd worden, terecht. Maar dat vind ik helemaal een deel van het menselijke emotie. Het zit erin, precies, zit in de mens. Ja, dat kan je niet uithalen. Mag ik dan zeggen dat ik het vind een verbrassing van je mogelijkheid tot emoties. Ik ben, namelijk, ik ken, en dat is een, dus misschien, dat zal u misschien schokken, maar ik ken geen oranje liefde en ik heb het nooit gekend. Nee, maar het schokt ons niet, want er zijn zulke mensen. Ik zou zeggen, godzijdank zijn er nog wel een paar, maar de meerderheid staat ergens anders. Kunt u objectief zeggen wat het voordeel van de Republiek op dit moment in Nederland is? Oh, dat is heel grappig. Wij kennen allebei Groningen een beetje. Ja. Maar toen ik de laatste keer met Groningen zo over dit onderwerp sprak, zeiden ze, ach, kijk nou toch aan. Een republiek is net zo, een president is net zo duur als een koningin. Dat was het argument. En daarom ga ik niet op deze manier redeneren. Ik ga gewoon zeggen dat er ondergrondse gevoelens zijn die mij eenvoudig antipathiek zijn en waarvan ik vind dat ze gevaarlijk zijn. Ik moet zeggen, zal ik eens even heel duidelijk zijn, ik was niet van plan dat te zeggen. Ik heb na de oorlog veel te maken gehad met de berechting van politieke delinquenten. Velen daarvan waren voor de oorlog hardnekkige oranje klanten. Ik heb politieagenten meegemaakt die zich schandelijk hebben gedragen in de oorlog en die voor de oorlog bestuurslid waren van de Christelijke Oranjevereniging. Er is iets verkeerds met dat gevoel. Maar er ook heel veel republikeinen fout in die oorlogstijd. Zeker, maar ik wil maar zeggen dat het niet mogelijk moet zijn dat iemand die oranjeklant is en zich noemt oranjeklant, dat die op de gronden die aangevoerd werden toen tegen oranje werden. Dat moet je aan denken brengen. Ja, het blijft toch een beetje te veel allemaal hangen nog in de sfeer van het deugt ergens niet en het klopt niet. Maar op basis van gevoelens dus. Ja. Omdat die dat is heel goed. Net zoals je gevoelens volgen, heb ik er gevoelens contra. Maar dan dus niet op rationele gronden, maar op gevoelsgronden. Laten we nou ook eens over het instituut als zodanig spreken. Mm-hmm. Als middel voor de beste staatsvoering. Daar ben ik voor. Hm. Daar is toch ook iets voor te zeggen. Dan heeft dat helemaal niks te maken met die mythe. Daar ben ik voor om daarover te spreken. Ik moet niet verkeerd. Nee, precies. Dan, republiek, waarom? Republiek, waarom? Omdat ik zeg dat ik dus vind dat iemand die de moeite waard is om staatshoofd te worden, die dat getoond heeft, die moet het kunnen worden. Maar ik vind dat het de verkeerde kant op gaat als zo iemand zichzelf verlengen kan in de diepte naar zijn geslachten en maken kan dat ook zijn kinderen en kindskinderen datzelfde ambt gaan bekleden. Dat is iets wat absoluut niet humaan is. Dat is in strijd met het socialisme. Bovendien wordt dat verdedigd met een afstamming aan Willem van Oranje, die natuurlijk nergens op slaat. We hebben nu te maken met mevrouw van Amsberg, Zuurliepe Biesenveld. En straks moeten we ook nog meemaken dat Willem van Amsberg koning van Nederland wordt in naam van Oranje. Dus ik bedoel, de absurditeit is wel zo groot dat iedereen die daar wel over denkt, gewoon bij onpasselijk moet worden dit soort argumenten. Via de vrouwelijke lijn, stapt u recht af van Willem van Oranje. Rechtstreeks stammen ze af. Ja, en dus we hebben het allemaal over feminisme. Als we daar nog over hebben, dan kan je net zo de vrouwelijke lijn nemen. Hoe zou de vrouwelijke lijn bij Emma gaan ze naar Waldeck Piemont? Ja, maar ik kan het even van mijn moeder af als van mijn vader. Dus laatste Oranje Nassau die is met Wilhelmina heen gegaan. Dat is nee, maar ik stam toch van mijn moeder en mijn vader af. En dan kan ik zo gaan trekken die lijn, en dan kan ik zo trekken via mijn vader. Ja, je kan het trekken zoals je wil natuurlijk. Dus Beatrix kan maar dat is, kan toch nooit een argument zijn om iemand tot staatshoofd te benoemen? Gespreksleider, is het de bedoeling dat we op dit punt even doorgaan? Dat is wil ik er niet zo over zeggen. Nee, dat is een zijlijn. Maar het is een zijlijn. Het is net zo al genoemd zijn bij de Oranjes zijn opgehouden te bestaan. Nou, ja, in 1702 stierf Willem III en die had geen kinderen. En toen heeft hij de titel dus overgegaan dus naar de Friese Nassau. Dat was een tak die weer van de vader van Willem van Oranje afstamde. Die heeft die titel overgedragen. Maar goed, we kunnen het hebben over de redelijkheid of erfrecht gerecht is. Maar het is wel zo onbelangrijk dat we er dus ontzettend mee te maken hebben dat Amsterdam zo langzamerhand wordt beheerst door één grote angst is dat er namelijk allerlei mensen zijn die daar op 30 april blijk geven van een groot ongenoegen. Oh, dat zal helemaal niet gebeuren, dat wordt de mensen aangepraat. Ja. Het is helemaal anders, u behoort tot degene die dat toen met vreugde heeft gedaan. Paslaar model. En dan moet ik eerst zeggen, ik heb twee antwoorden op uw betogen. En om met het laatste te beginnen,
dat is, u hebt iets gezegd over het, de erfelijkheid, de gevaren van de erfelijkheid ja. van de monarchie. Ik vind dat een zeer betuttelend standpunt. Ik vind niet ja. dat wij onze dat komende generatie nu al moeten opzadelen met de, wat zij straks... Nee, dat moeten we aan hen overlaten. Ja. Wij moeten aan onze... Kindskinderen, wij als bejaarden en bedaagden en moeten dat aan hen overlaten. Daar zijn zij straks wijs genoeg voor. Maar je maar kunt een erfenis ook verwerpen. Ah, ja. En als jij, dan moeten zij het doen. Dan moeten wij dat niet voor hen gaan doen. Nou, wij zijn altijd bezig de jeugd te betutteren. We prenten ze in, een gevaarlijk standpunt. We leren ze liedjes. Er zijn wel degelijk... jeugdigen die hier ja. Naar kijken en die denken dan, ja. daar zitten ja, maar, die oudjes weer te betuttelen straks. Maar ben je nou eigenlijk? Ja, waar heb je nou over? Wat is oud? Ja, 72 jaar en dan ben je al uitgepraat. Heb je al niks meer te zeggen? Maar de kindskinderen dus mogen wij niet handelen. Die inhumaniteit, daar heeft professor Naro wel eens over geschreven. Ik vind niet dat dat een zaak is die je hier in het geding moet brengen. Want als de betrokkenen zich toch bereid verklaren om deze zware taak op hun schouders te nemen. Niet ter wille van zichzelf, want een hoop mensen zullen terecht kunnen zeggen dat het een hondenbaan is. En toch doen ze het ter wille van de dienstbaarheid aan de gemeenschap. En dan kun je dan zeggen dat je daar medelijden mee hebt, omdat het zo'n inhumane situatie is. Maar dat doen ze. En dat doen ze in successie. En dat doen ze terecht. En dat doen ze waarvoor zo bewijzen dat we er dankbaar voor moeten zijn. Zo kun je nog een eentje doorgaan natuurlijk. Maar het zijn toch dezelfde gronden waarop blanken in Zuid-Afrika beweren dat ze echt hebben opweer. Dat heeft toch niks mee te maken. Ja, dit is toch een vrij volk die dit verkiest. Het is toch zo dat het Nederlandse volk, ze doen het toch in overeenstemming met het verlangen van de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk. Nou, dat weten we helemaal niet van. Dat bestaat bij de graad van het feit dat een heleboel mensen dat eindeloos goed praten met het eindeloos gebagatelliseer van de feitelijke macht van het staatshoofd. En het is maar de vraag of dat uiteindelijk zo zal blijken. Ik vraag me af welke minister bijvoorbeeld in staat zou zijn om Beatrix... die besluit een toespraak te houden tot de, op de televisie, op de vingers te tikken. Als zij dat nou per se niet wil en zegt, na een telefoontje van meneer Van Acht, van majesteit, ik heb gehoord dat u op de televisie zal verschijnen. Wat gaat u daar zeggen? En zij zegt, ach, het doet me goed dat u daar nieuwsgierig naar bent. Leuk dat u gaat kijken. Ja, maar dat kan zomaar niet. Welke marinier of rijkspolitieagent laat zich naar de Tros-studio of Nos-studio of weet ik wat voor studio sturen om haar het spreken te beletten? Het bestaat bij de gratie van de welwillendheid van die mensen zelf om bepaalde normen in acht te nemen. Maar waarom wilt u toch de koning ook het spreken beletten terwijl je in een land leeft van vrije meningsuiting? Ik wil de koning helemaal niet het spreken beletten. Ja, wel. Feit is dat de koning in zijn uitingen gewoon belet wordt door de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat doet hij zolang je dat vrijwillig doet. Maar het gaat even om de vrije meningsuiting. De discussie is dus monarchie of republiek. Het blijkt dat op het moment dat er een troonsopvolging is, dat de vrije meningsuiting helemaal niet ter hand genomen wordt. Want allerlei politieke partijen die zelfs in een programma hebben opgenomen dat de monarchie dient te verdwijnen, blijken op het moment dat het puntje bij het paaltje komt dit niet aan de orde te willen stellen. Dus hoe groot is de vrije meningsuiting op dat moment? Die is enorm groot, maar er is een reserve die mensen zich vrijwillig opleggen. Ja, waarom? Opdat ze niet weggevaagd worden van het politieke toneel. Mijn dat is dan is het een hele griezelige zaak. Ja, precies. Dat is natuurlijk. Dus er is niets onschuldigers dan ons vorstenhuis en onze monarchale positie. Ik geloof dat de meerderheid. Er zitten alleen maar goede dingen in. Maar het is toch een rare vertoning als je nou voor de geest haalt dat de bede uit de troonrede is verdwenen. Ik vraag me af wat iemand als Den Uyl daar in godsnaam moet zeggen. Op zo'n moment. Dat de koningin. Ja. Hij heeft niks in godsnaam te zeggen. Nee, hij belooft. Hij spreekt voor zichzelf. Ja, ja. In de naam, ja. Okay. We gaan toch niet over op kleine details die men op de een of andere wijze wat sofistisch naast zich neerlegt. Pardon? Het gaat om de essentie. Of je dus iemand hebt die voor het volk toch belichaamt aan de eenheid, twee, de waarborg op gerechtigheid en ten derde plaats een functie vervult op een zodanige wijze dat je door vertederd wordt.
En een continuïteit ook geven. Ja, mag ik even het woord geven? Mag ik dan nu toch nog wel het volgende zeggen in antwoord op mijn spreker hier links? Die zich afvraagt of die erfelijkheid niet heel goed is eigenlijk. Waarom eigenlijk niet? Ik heb gezegd dat afdalen in de diepte met je geslacht, dat je zelf prolongeren, dat je zelf verlengen tot in je geslacht, dat is niet humaan en dat is niet democratisch en dat is niet socialistisch. En dan ga ik hier dit zeggen. We hebben een erg goede bakker in Hoesgeest. Het is Hoesgeest dus, hè? Niet Leiden. Nee, nee, die bakker die heet Hugo de Grote. Dat is een aardige bakker. En daarom wou ik het juist zeggen. Hier op het slot Loevestein, die man heet Hugo de Groot. Inderdaad. Steeds voordat dat een uitstekende bakker is, en dat is die. Ik mag hier geen reclame maken, maar jullie wonen daar niet. Maar dat je tegen die man zegt, kijk eens, jij krijgt een adellijke titel of zo. Want je bent zo'n goede bakker. Dat kan ik me nog voorstellen wanneer het alleen maar duurt tot en met zijn dood. Tot zijn dood, laat het zo zeggen. Maar wanneer dat verlengd wordt, tot in de diepte gebracht wordt naar zijn geslachten, en wanneer daarbij bepaald wordt dat ook zijn kinderen bakker moeten worden, en die bakkerij moeten overnemen, dan zal ik één ding vertellen. Dan krijgen onze kleinkleinkinderen, achterkleinkinderen, die krijgen verdomd slecht brood op den duur. Oh, het is inhumaan voor die bakker. Ja, dus, het is inhumaan ook voor de Oranjes. Maar als ze het zelf willen dan. Ze willen het zelf, maar ze weten niet beter. Ja, maar als ze het zelf willen dan is het dus niet inhumaan. Als ik die verlenging van een mens tot in zijn nageslacht is fout. Iedereen die zegt dat God dat wil, liegt. Iedereen die zegt dat... Niemand van ons zal zeggen dat God dat wil. Iedereen. En daarom is het dus, ligt het in een heel andere context. De Oranjes zijn toch bij de gratie gods... Dat moet men toch ook allemaal historisch bezien. Dat is nog niet alleen maar volledig in de biologie te bekijken. Kom nou toch. Ja, maar aan de ene kant... Zullen hier toch nog geen religieuze disputen gaan houden? Aan de ene kant moeten we dus wel de zaken in dat soort details bezien. Want het gaat om allerlei sentimentele gevoelens. U heeft het over eenheid. We zouden een u heeft het bijvoorbeeld over gerechtigheid. Ja, daar is al. De gerechtigheid is natuurlijk inderdaad wel aan de orde te stellen. Ik dacht dat professor Nagel misschien zich dan ook zou kunnen herinneren als hij het over de bezettingstijd heeft. Op de onvergelijkelijke wijze waarop koningin Wilhelmina haar zaken heeft verricht. En dat deed ze mede op grond van het feit dat ze aan haar taak als koningin een zekere levensopdracht ontleende. En die... voorbeeldig gedachte. Maar ze had toch wel de intentie om na de oorlog het parlement wat minder spel te gaan? Och, u hebben toch allerlei andere mensen ook gedaan? Ja, ik vind dat namelijk een hele bijzondere opmerking, een hele belangrijke opmerking. Als u mij toestaat, wil ik daar toch het volgende van zeggen. We hadden in het zuidelijke land, België, het zuidelijke van de Lage Landen, hadden we een koning die, laten we zeggen, even intelligent was, van even goede afkomst was, evenzeer ingebed in de sociale verhoudingen en sociale verwachtingen. En die heeft er niks van gemaakt. Moet je nu zeggen, doordat koningin Wilhelmina, waarvan ik helemaal absoluut geen kwaad woord wil horen, dat die gemaakt heeft dat Nederland er zo goed uitgekomen is, zijn de Nederlanders misschien minder landverraderlijk geweest. Nederland heeft meer SS'ers gehad dan België. Het heeft er niks mee te maken. Leopold is ten recht terecht. Volkomen terecht verwijderd. Die hebben ze laten vallen. Ben ik helemaal niet opnieuw. Ja, maar het is maar wel zo. Hij is van een eenheid. Hij is gebleven. Ik wil maar zeggen dat het voortreffelijk is zoals koningin Wilhelmina zich ontwikkeld heeft. Die heeft zich, dat wil ik trouwens ook wel zeggen, ontwikkeld van een vorstin. Gekozen in, geloof ik, in 1898. Niet gekozen, aangewezen. Ja, en die heeft zich ontwikkeld tot een betrekkelijk conservatieve, betrekkelijk bigotte, betrekkelijk eigenzinnige vorstin. En die heeft zich als een andere vrouw laten zien van 1940, 1945. Dat lijkt me trouwens voor een historica buitengewoon interessant om die twee Wilhelmina's van elkaar te onderscheiden. Ja, niettemin, in België heeft de erfelijke koning zich eenvoudig onmogelijk gemaakt. Niet terecht. Hij is onmogelijk gemaakt, dat geef ik u toe. Maar Leopold kun je niets verwijten. Hij is gebleven, heeft dus een andere positie gehad en was in zijn andere afhankelijkheid uiteraard veel minder vrij van beweging. Ik kom erg op Leopold op, omdat ik... Het lijkt precies inderdaad wel ver gaan als we nu over het Koningshuis in België gaan kijken. Ja, dat gaat te ver. Ja, hoewel heel interessant.
Maar ja, Willem, nog, ik wil heel graag toch weer terug, want we, het is natuurlijk heel verleidelijk om maar voortdurend over de Oranjes te beginnen, of over de Liepe Biesterfelds of de Van Amsbergen. Nee, we hebben het alleen over de Oranjes. Waarom kan de discussie in Nederland over dit onderwerp niet op gang komen zonder dat wij loskomen van wat de Oranjes betekend hebben in goed en kwaad? Ik denk dat toch over het algemeen dat er toch vrij weinig echte republikeinen zijn, dat de gemiddelde Nederlander dat zoals nu is uitstekend vindt. En niet morgen wil dat de koningin of koning... Ja, maar waarom? Waarom? Omdat men toch een zekere gehechtheid heeft. En het is een traditioneel... Het is hoe zeg je dat? Band met de geschiedenis. De koningin geeft een bindmiddel voor iedereen. Of je nou links of rechts, rijk of arm, katholiek, protestant of jood bent. Allemaal kan je onder de koningin scharen. Terwijl onder een president niet. En dat vind ik heel belangrijk. Nou, en dat voelt iedereen. Zo, het is natuurlijk niet zo dat degene die... een ontstaanshoofd is of de echtgenoten ervan helemaal geen aanleiding geven tot politieke gebeurtenissen en conflicten. Ja, maar dat, er zijn een heleboel dingen natuurlijk op te noemen waarbij dat wel degelijk het geval is geweest. En dat dan blijkt dat ze inderdaad boven alle partijen staan. Ook bijvoorbeeld in die affaire met Bernard en die steekpenningen, de Lockheed affaire. Mm-hmm. Die meneer niet vervolgd wordt. En ieder andere burger wel. Hè? Ik hoor hier iets. Wat heb je? Ja, maar dan wil ik eerst even terugkomen op. Ja, we komen terug hoor. Maar... Ja, dat hebt u me beloofd, meneer Nagel. Ja. Ik heb nog maar de helft afgerond van wat ik tegen u zei. Ja, maar hij is ook een woord wat ik niet verstond. Ja, fooien. Ik zei dat het een fooitjeskwestie was. Geen fooien. Steekpenningen mag geen. Ik wil geen koning of een prins die fooien aanneemt. Dat heeft nou ook weer niks met... Het koningschap als instituut, daar zouden we over praten. Het is heel leuk als dat die gerechtigheid ook in Oranjes beheerst. En die staan dus niet boven. Nee, je hebt toch niet alles aan het verdienen. We gaan niet onderling, niet onderling konkelen. Het blijkt dat het roddelen toch iedere keer weer de overhand neemt. Vind ik wel leuk hoor. Dat vind ik helemaal niet leuk. Jawel, want uiteindelijk hebben we ze daarvoor. We spreken het gewoon recht uit. Het staat in discussie. Het is in de Kamer besproken. Het heeft niks met roddel te maken. Nee, het is niet zo. Het is niet zo dat zo'n band schept als het roddel. Ja, dat is de hele functie waarschijnlijk ook. Mag ik die fles rode wijn? Dat schijnt ja, die is bijna op. Kunnen we nog een zo'n fles open wijn krijgen? Nog eventjes, we hebben net gehoord waarom we dus dat koningshuis hebben. Dat is dan weer die verbondenheid. Hoe snel zouden we in een situatie met de Republiek hetzelfde... gevoel kunnen krijgen dat dat in orde was. Nooit. Dan wil ik even vragen aan de... Nou ja, kijk eens. Voor een president zul je nooit hebben, en masse, zoals wij dat op het ogenblik hebben, al die mythologische verbindingen met dat gevoel, dat Wilhelmus gevoel enzovoort, dat ik gelukkig als, ook als kind nooit gehad heb, en dat mij nog ontbreekt, dat zou je dan niet hebben. En je zou zeggen, dit is een slechte president, die moet weg. Die stem ik af. Ik ben dus voor een president. Ik wil nog graag één keer in mijn leven, ik ben al heel oud, kunnen roepen, leve de president. Ja, ja, dat... Maar dan vind ik wel, leve de president, zeg ik met een aantekening. Hij moet niet te lang leven. Niet te lang. U moet... Zeker niet in zijn geslachten. En iemand die een zoon is van een president, mag van mij geen president meer worden. U moet wachten totdat u ons weegt, voordat er niet president komt. U kunt vrij zeker van uw zaak zijn. Misschien, misschien weeg ik 30 kilo. Nou, als dat zo ver is. Van mij wel genoeg. Hoewel ik me denk te laten cremeren. Dus dat hele probleem is op toch niet zo zaak. Dit is een aspect waar u niet aan heeft gedacht. Dat maar het blijkt wel dat het onderwerp vrij moeilijk serieus te behandelen is. Oh, maar ik was zo serieus. Ja, bloed, ja. Nee, ja. Ja, goed, ik vind wel dat iedereen serieus is, maar ik heb tot nu toe, kijk, ik ben als gespreksleider zeer neutraal. Hè. Ik ben bevattelijk voor... Ja. Dat had u niet gedacht. Voor, dat gelooft u toch zelf niet in? Met oranje trui aan. Dat geloof ik zo niet. Hier staat op, ik heb expres erop, ik heb expres erop. Het is wel een beetje verschoten. Maar het is wel bakkelijk. Well, you've got it, you've got it. Dat geldt dus ook voor de koning. Ik wil nu zo graag weten, en dat wil ik echt weten, dat je republikein in Nederland kunt zijn. Het lijkt me toch heel redelijk. Ik bedoel, dus de aantal koninkrijken zijn toch in hoog tempo afgenomen in de laatste twee eeuwen. En Nederland hecht dus aan de Oranjes op sentimentele gronden. Als we de geschiedenisboekjes erop nalezen, dan blijkt dat we voor het lapje gehouden zijn.
Ze hebben natuurlijk wel aardige dingen gedaan, maar ze hebben zich ook danig misdragen. Helemaal niet. Dus dat is 50-50, laten we zeggen. Dat is meer de Afrikaanse familie altijd. De hele rechte lijn van de erfelijkheid waar ze zich op voor laten staan, krijgt nu dankzij het feminisme opeens een tintje van, ja, het loopt ook in de vrouwelijke lijn door. Allerlei gronden, twijfelachtig. Het onderwerp van vanavond is de Republiek. Zijn daar nu redelijke argumenten voor aan te brengen waarop je zegt, nu is de tijd rijp voor een republiek, want dat mensen inspraak hebben gekregen, democratisering, steeds meer zijn gaan kiezen wie boven staan. Ja. Waarom zitten wij nog met dat archaïs instituut en laten we dat niet ook door de mensen kiezen? Nou, ik denk dat inderdaad die republiek komt er wel. Maar het is een kwestie van tijd. Ja, natuurlijk komt hij er. Want ik geef het meteen toe, het is natuurlijk een archaïsche instelling. Als we nu een nieuwe staat zouden oprichten, maak je er geen monarchie van. Maar mag ik u dan op Spanje wijzen? Ja. Waar op het ogenblik het enige element dat de zaak waarborgt, dat daar geen genommer is, dat de koning is? Dat geef ik zeker toe, maar op zich is het niet een democratische instelling. Ik wou alleen zeggen dat we nu op zich hebben monarchie en die is uitstekend. Dus ik ben ervoor om die te handhaven, maar die zal zeker verdwijnen. Want het is voor de Oranjes een hele moeilijke opdracht om dat waar te blijven maken. Om die functie te blijven vervullen, want het wordt zo uitgehold. Je moet zo, aan de ene kant moet je een afstand tot het volk hebben om een beetje inderdaad die mythe te kunnen handhaven en die verering. Aan de andere kant moet je meedoen met het volk, anders ben je weer te ver weg. En je moet knoeien in de boeken natuurlijk. Je moet ook steeds zeggen dat die mensen een andere naam krijgen dan ze in werkelijkheid hebben. Dat je dat voorop stelt, dat je daar regels voor invoert. Dat is toch gewoon onzin? Nou ja, dus ik... Ja. Er zijn geen Oranjes meer. Maar over de koning van Spanje nog even iets. Ja. Laten we niet vergeten dat hij een creatuur is van Franco. Dat zegt toch niks. Ja, maar ik geef wel toe dat hij iemand al een bindmiddel is geworden. Ik word er misselijk van als ik die man door Nederland zie lopen. Daar word ik helemaal akelig van. En als hij dan zijn krans op het verkeerde graf legt. Ja, dat gewoon. Dat is een vuiligheid geweest. Hij had het moeten leggen op de schande. Ja, dat is stom. Hij had het moeten leggen op het graf van Willem Zwijger. Dat kan hij toch niet weten? Wat kan die wel weten? Je kan het natuurlijk ook in plaats van over de koning hebben, over de volksvertegenwoordiging hebben in dit opzicht. En ik denk toch dat het heel vervelend is voor heel veel mensen die stemmen op linkse partijen. Ja. Dat die op geen enkele manier op dit moment erin worden bevestigd dat ze er eigenlijk wel eens een keer afstand van zouden willen nemen. En door dit sprookje heen zouden willen stappen. He, al die volksvertegenwoordigers, die, of in ieder geval een paar gelukkig niet. He, die mijn sympathie daarbij uitdrukkelijk hebben. Die zullen daar aanwezig zijn en een eed van trouw aan de nieuwe koningin afleggen. En dat is gewoon ons in de tand aan die mensen bijvoorbeeld al door de knieën gaan voor zulke geprivilegeerde figuren. Dat is, maar waarom doen ze dat? Ja. Om herkozen te worden? Ja. Dat doen ze om herkozen te worden. Dan worden ze zelf gekozen. Omdat ze zelf dus denken. Dat blijkt al hoe gevaarlijk het is. Helemaal niet. Ja, wel. Dat is gewoon eigenbelang, dat is berekening. Weet ik veel van een aantal mensen, dat kan wel zo zijn. Maar dat doen de Oranjes niet. De Oranjes die lokken dat niet uit, die wensen dat ook niet. Die willen een vrij volk regeren. Die bevestigen het natuurlijk wel, of niet? Helemaal niet. Je kunt ze toch niet aan sprake stellen voor de fouten van anderen? Wat is dat nou? Maar mag ik misschien het volgende opmerken? Wat doet op het ogenblik president, dus een president, Carter niet om herkozen te worden? Mm. Wat voor ellende krijgen we daarvoor te verduren? Ja. Ik wou maar zeggen, bij een president heb je dat ook duidelijk. Ja. En bij een koning en een koningin heb je dat iets minder duidelijk. Maar in wezen wou ik maar wijzen op datgene wat een feit is, dat namelijk andere machten ten slotte regeren of je een president of een koning hebt. En dat is het hoogst interessante wat er is. Angela Davis, die zwarte Noord-Amerikaanse vrouw, die heeft dus een keer gezegd, de mensen gebruiken het racisme. En ik heb er toen aan toegevoegd in een boekje dat ik geschreven heb, de mensen gebruiken ook het royalisme. En ik heb ook gezegd, het royalisme, dat is de keerzijde van de medaille van het racisme. Het heeft allemaal te maken met, jij bent zus en dan zullen je kinderen ook zo. En dat is helemaal fout. Het racisme is verkeerd, maar het racisme is de keerzijde van de medaille van het royalisme.
Het is verkeerd. Ja, dat is zo. Meneer Nagel, wat u zojuist tegen mij opgemerkt hebt in het begin van de discussie, dat het inderdaad wel eens heel ver kan gaan, dat iemand als oranje klant fanaat kan worden. Ja. Daar wil ik nog even op terugkomen. Dat is bij mij zelfs zo ver gegaan, dat ik een pasklaar model ontworpen heb voor een rellenloze 30 april, ja zelfs, voor een rellenloos tijdperk in Amsterdam vanaf de 30ste april. En wil je dat even heel snel vertellen? Want we hebben nog twee minuten. Dat is interessant. Een handvol ouderwetse, vooral oude Amsterdamse koddebeiers. Liefst met een oranje sjerp om. En die zeggen dan automatisch: vooruit mensen, achteruit. Vooruit, achteruit. En dat is het? Dan wordt het een gezellige dag. Dat duurt dan mee. Nee, maar dit is natuurlijk eigenlijk niet passend in uw gevoel van die irrationele mystiek. Maar daar geeft hij nou op een onverbloemde, maar ook volkomen op een of andere wijze uiting aan. Ja, maar heeft u gehoord wat hij zei? Natuurlijk dacht u dat ik ooit op de demmer niet wist wat een ander zei. Nee, maar achteruit. Vooruit, achteruit, u heeft net uw kreeft gehanteerd en u dacht dat hij ermee vooruit zou kunnen worden. Nee, ik kan hem vooruit bewegen. Oh, dat is dus de kans die een mens heeft. Maar het wordt een soort echternachtige springprocessie, begrijp ik. Ja, jij mag iets zeggen. Nou, ja. Nu wordt dit, ik heb al gehoord dat er een gouden helikopter de lucht in moet. Maar jij mag nog één opmerking maken. Ja, wat de republiek betreft, die republikeinen, want dat vind ik wel een heel belangrijke vraag. Vraag ik mij af wat die republikeinen voor republiek willen. Want er is een presidentiële republiek zoals die Amerika heeft, waar de president zeer veel macht heeft. En we kunnen een republiek krijgen zoals Duitsland of Oostenrijk, waar de president nauwelijks macht heeft, zoals te vergelijken is met onze koningin. Waarop je eigenlijk, als we zo'n republiek zouden krijgen als Duitsland, dan maakt dat nauwelijks enig verschil. Alleen hebben we dan een koningin en een ander heeft een president. Dus ja, dat zou ik dan willen weten van republikeinen. Willen die een presidentiële republiek zoals Frankrijk of een andere? Is dat een vraag aan mij? Ja, dat zou ik wel. Dan moet ik zeggen, ik ben reuze blij dat de Verenigde Staten een republiek is. Op deze manier zijn we deze kroek Nixon kwijtgeraakt. Maar aan de andere kant vind ik het ook niet zo geweldig goed zoals het nu oploopt. Ik ga met Carter, die zich in allerlei bochten moet wringen om herkozen te worden. En daarbij hele grote fouten maakt waar de hele wereld van zal duchten. Ja. Die de hele wereld moet duchten. Dus dit goed, ik wil een andere republiek. Zoals in Duitsland. Ik heb bijvoorbeeld, ik wil een gekozen president. En ik wil een president die je kunt laten vallen als je zegt het gaat zo niet goed. En ik wil een president waarvan vaststaat dat zijn kinderen geen president worden, want dat is het begin van het einde. Maar het gaat namelijk goed nu in Nederland, dus ik vind geen reden om het te veranderen. Gaat het zo goed? Ik wil graag hierbij laten. Ja. Wat gebleken is uit de discussie is dat de republikeinen nauwelijks een vuist kunnen ballen in Nederland. Het gevaarlijke daarvan is dat de monarchie dus depolitiserend werkt. Dat lijkt me daar tegenover staan. We komen, dames en heren, terug op 8 mei met een uitzending die enigszins probeert af te ronden waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u veel plezier op 30 april.